U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vanochtend werden we getrakteerd op prachtige wolkenluchten. Morgen rood in verscheidene soorten en maten. Maar in het algemeen zag het er prachtig uit op veel plaatsen in Zuid- en Midden-Nederland. Dat morgen rood hadden we te danken aan vrij veel hoge bewolking, waar de zon prachtig onder doorscheen. En daardoor verkleurde de lucht briljant. Die wolken zien we ook op de satellietfoto. Nederland ligt in de witte cirkel. En bij ons dus vrij veel sluierwolken, tussendoor ook wat opklaringen. We zien dikkere wolken, vooral ten noorden en ten westen van ons land. En die wolken ten westen van ons land komen dichterbij. Dat betekent dat de bewolking in de loop van de avond dikker begint te worden. In de avond in het westen mogelijk al wat regen. En die regen trekt in de loop van de nacht geleidelijk aan oostwaarts. Voor de regen uit kan het nog afkoelen tot 1 graad. Maar als het één keer begint te regenen, lopen de temperaturen wat op. En aan het eind van de nacht trekt de neerslag langzaam al weg en begint het in het noordwesten op te klaren. De wind draait tijdelijk naar het westen tot noordwesten. Maar draait in de loop van morgen alweer vrij vlot terug naar het zuidwesten. Matig kracht 3 tot 4. In de ochtend misschien nog een spatje regen in het oosten en zuidoosten van het land, maar al snel wordt het droog en dan gaat de zon flink schijnen, wordt het 6 tot 8 graden en hebben we een heel behoorlijke dag. Het is wel meteen de laatste voorlopig, want het wordt zeer wisselvallig en de wind gaat een hoofdrol opeisen. Donderdag periode met regen, soms veel regen, met name aan het eind van de ochtend en begin van de middag. En ook vrijdag is het nat, met geleidelijk aan oplopende temperaturen. De maxima vinden we in de avond. Zaterdag wordt het op veel plaatsen zelfs 12 graden. Er kan eventjes wat zon schijnen, het waait stevig met in het Waddengebied zelfs kans op een westerstorm. In de avond trekken buien over en daarna volgt koelere lucht en maakt de temperatuur een flinke duikeling naar een graad of 5 later in de avond. Wat doet de temperatuur dan de dagen daarna? Nou, het blijft wat onzeker wat er precies gaat gebeuren, maar we zien inderdaad die duikeling naar de zondag wel terugkomen. Daarna overigens weer wat oplopende temperaturen. Voorlopig is van winter weer geen sprake. De kansen op vorst zijn en blijven gewoon klein. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.